Na afloop van deze wedstrijd, DVS 33 tegen FC Lisse, gaan we even met de trainers praten over deze wedstrijd. Arjan van der Laan, allereerst van harte gefeliciteerd, de trainer van Lisse. Dankjewel. Oké, Roeland, deze middag heb je ook natuurlijk. Ja, dat je verliest. Maar voor de rest heb ik heel veel goede dingen gezien, eerste helft. Oké, die is in ieder geval positief gedacht. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd, Arjan? Ja, vooraf hebben wij natuurlijk een situatie dat wij drie wedstrijden nog maar een punt hadden gehaald. En die ploeg vooral, dat merk je in alles, dat ze op zoek zijn naar een overwinning en dat nodig hebben om weer door te kunnen gaan. Nou, dat is vandaag gelukt. Ik denk dat we er vreselijk hard voor hebben moeten werken. Ik denk dat DVS beduidend meer aan de bal was en de manier van spelen. Ja, goed, daar kan ik heel erg veel waardering voor hebben. Maar ik ben wel heel blij dat we de punt hebben gepakt. Was je tevreden over de eerste helft? En naar aanleiding van de eerste helft, wat heb je in de rust tegen de spelers gezegd? Nee, ja, het was vooral natuurlijk dat we op voorsprong kwamen. En dat hebben we deze competitie nog niet zo vaak gehad. En ja, goed, dan zie je wel dat er iets te verdedigen valt. En dat, ja, goed, dat je het zelf in de hand gaat krijgen. En ik denk wel dat de ploeg in staat was om het DVS heel moeilijk te maken. Om het spel wat ze willen spelen, om dat tot het laatste stukje door te zetten. Ja, dat hebben ze met man en macht hebben ze dat tegen weten te houden. En ja, goed, daar ben ik wel heel tevreden over. En dat man en macht, dat was met name in de tweede helft, Roeland, natuurlijk. Want jullie kwamen op die 0-1. Jammer na zo'n mooi begin. Het begin zag er goed uit, Roeland. Ja, van de eerste helft hebben wij goed onder druk uitgevoetbald. We nemen daar misschien best wat risico in, maar het levert ook wat op. Neem alleen al die kans van Heidi. Dan voetballen we eigenlijk uit de linkerhoek, helemaal onder de druk uit en creëren we daar gewoon 100% kans. Daarnaast vind ik dat wij nog twee gewoon goede mogelijkheden gehad. Hè. Ook met die crossbal voorlangs die we iets beter moeten binnenlopen, vind ik. We hebben twee schietkansen, dan breien we net even wat te lang door, dat was jammer. Maar goed, over het spel van de eerste helft was ik gewoon heel tevreden. We geven eigenlijk gewoon helemaal niks weg. Dat was de eerste situatie waar die goal uitkwam. Dat hun rechtsbuiten die bal erin gooit, waar hun die kans had kregen. En van daaruit kwam uiteindelijk volgens mij die corner in die ingooi waar ze uiteindelijk uit scoren. Daarvoor volgens mij een aantal mogelijkheden alleen uit standaard situaties. En ik was gewoon tevreden over ons positiespel. Alleen wij hebben dus de nauwkeurigheid in het positiespel hebben wij zeker de tweede helft niet meer kunnen achterhalen. Nee, en dan werkt natuurlijk de tijd die maar doorloopt in je nadeel. Ik heb het idee gehad dat de spelers daar een beetje last van hadden, van die tijd. Nou ja, dat weet ik niet. Want ik vond eigenlijk gewoon, we kwamen de kleedkamer uit en toen begon het al. En ik vond juist dat de tweede helft wel wat meer ruimte ontstond. Vooral de eerste kwartier ontstond er gewoon veel ruimte. Het leek wel als ze er een beetje verschrokken. Maar als je het gewoon gaat analyseren, dan zijn we gewoon heel slordig in de passing geweest in de tweede helft. En dan wordt het lastig, want dan kunnen hun eruit komen en dan moet je iedere keer opnieuw beginnen. Ja, dus dat hebben we uiteindelijk niet goed gedaan. Maar dan nog creëren wij nog een 100% kans met Maurice. Met die bal die met zijn linkerbeen eigenlijk net overtikt. Ja, en dan moet je een beetje opportunistisch gaan spelen in de laatste fase. En dat hebben we niet goed gedaan. En dat kun je ook wel zien, dat ligt ons dan ook gewoon niet. Maar goed, je moet wat. Ja, inderdaad. Die eerste helft vond ik jullie nogal behoorlijk storen. En wilde je echt ook meevoetballen. Klopt dat? Ja, goed, maar je ziet in de loop van de tweede helft vloeien daarin de krachten wat weg. Wij moesten natuurlijk in de eerste helft al twee keer wisselen. Dus de wissels die je gaat plaatsen, dat kan je niet meer doen om ook verse krachten te brengen voor de jongens die er doorheen zaten. Ja, en dat zag je met name in het eerste gedeelte van de tweede helft, zag je dat al ontstaan. En dan hoop je eigenlijk dat je toch vanuit de onrust die er ontstaat bij de tegenstander met de 1-0 achterstand, dat je toch in de counter wat meer voor elkaar weet te krijgen. Nou, dat is niet gelukt. Nou ja, nogmaals, ze hebben wel met man en macht de voorsprong verdedigd. Ja, wat vond je van de DVS 33? Debutantje in de topklasse of echt een goede debutant? Ja, dat vind ik wel. Ik heb van de week ook het verhaal van de trainer gelezen. En heel veel respect voor de manier van spelen. En dat zie je ook echt terug. Als je hier daarnet bent en je ziet dit spel op de mat, dan heb ik daar wel heel veel respect voor. Dus dat is van zijn kant, denk ik, is hij op de goede weg. En ja, goed, wij zijn gewoon heel blij vandaag met die eerste overwinning. Ja. En die hadden jullie natuurlijk hard nodig na een behoorlijk emotionele periode bij de voetbalclub Lisse. Ja, dat mag je zeggen. En van de week hebben we gelukkig weer op een normale manier kunnen trainen. Dus dit biedt wel weer perspectief voor de komende weken in ieder geval. Okay.
Oké, heel veel succes daarmee. Tegen wie spelen jullie volgende week? Ja, wij hebben eerst nog beker tegen Hardenberg, dinsdag. En dan volgende week Rijnsburg thuis. Okay. Heel veel succes daarmee. Roland, jij ook veel succes. Dank je wel. Verder de competitie. Oké. Okay.